Kunst is eigenlijk gewoon een synoniem voor het woord zelfexpressie. Zoals iedereen intussen wel weet, zijn er serieuze besparingen op komst in de Vlaamse culturele sector. En het signaal dat de overheid hiermee geeft, en vooral de mindset die achter deze beslissing zit, vind ik eigenlijk helemaal niet zo oké. Daarom dat ik heb besloten om toch maar even een video te maken over waarom kunst zo belangrijk is voor onszelf en voor de maatschappij. En waarom het eigenlijk ook zo belangrijk is dat wij onze kunstenaars blijven stimuleren om te doen wat zij doen. Om te begrijpen waarom kunst zo belangrijk is of waarom kunst wel nut heeft, moeten we eigenlijk eerst de volgende vraag gaan stellen. Wat is kunst? En als je die vraag aan mensen stelt, dan krijg je heel vaak het antwoord dat kunst iets is wat in een museum hangt. Kunst is iets dat gemaakt wordt door grote kunstenaars zoals Picasso. Kunst is iets wat mooi is. Heel veel mensen denken dan meteen aan een schilderij zoals de Mona Lisa. Maar kunst is zoveel meer dan dat. Kunst is het vertellen van je persoonlijke verhaal. Kunst is de explosie van alle opgekropte emoties. Kunst is je kwetsbaarheid blootgeven. Kunst is ontroeren en ontroerd worden. Kunst is therapie. Kunst is troost. Kunst is communicatie voorbij de taal. Kunst is de dingen uitdrukken die wij niet met woorden kunnen uitdrukken, die voorbij gaan aan ons verstand. Kunst is verbinding. Kunst is de kunstenaar die zijn eigen verhaal vertelt en de toeschouwer die daar zijn eigen verhaal van maakt. Kunst is met een open en een kritische blik naar de wereld kijken. Kunst is het gewone in een ongewoon daglicht plaatsen en op die manier aan het denken zetten. Kunst is je stem laten horen. Kunst is de maatschappij een vraag stellen. Dat wij zo hard zijn gaan snoeien in kunst, dat bewijst volgens mij alleen maar hoe hard dat wij eigenlijk gewoon de verbinding met onszelf zijn kwijtgeraakt. Want de maatschappij die kunst niet zo belangrijk vindt, vindt zelfexpressie niet zo belangrijk en vindt dus zelfontwikkeling niet zo belangrijk. En vindt het eigenlijk niet zo belangrijk dat mensen een eigen kritische manier van denken ontwikkelen. En vindt het ook niet belangrijk dat mensen leven vanuit inspiratie en enthousiasme en passie. Door zo hard te snoeien in de cultuursector geeft de regering volgens mij dus de onderliggende boodschap mee dat er in onze maatschappij geen plaats is voor vrijdenkers. En dat iedereen zich maar gewoon moet aanpassen en dat iedereen maar een gewone job moet gaan doen zoals elke normale mens. Natuurlijk, ik wil hier niet mee zeggen dat er iets mis is met een gewone job doen. Ik wil gewoon even zeggen dat er wel iets mis is met het idee dat iedereen zomaar een gewone job zou moeten doen en dat kunst iets is wat je alleen maar in je vrije tijd zou mogen doen. Want dat idee leeft heel hard in onze regering en jammer genoeg ook bij een heel groot deel van onze bevolking. En hoe komt dat? Ja, eigenlijk is dat niet meer als normaal, want dat idee is ons levenslang van kinds af aan al aangepraat door onze omgeving. Het zijn onze ouders geweest en onze leerkrachten geweest die ons altijd hebben voorgehouden dat kunst iets is wat mooi moest zijn en dat kunst iets was wat alleen maar gemaakt kon worden door grote kunstenaars. Dat kunst de dingen waren die ophingen in een museum. Dus met andere woorden, dat kunst iets was wat niet voor ons was weggelegd. Onze omgeving benadrukte altijd dat het zo belangrijk was dat wij het woord onmiddellijk met 2 D's en 2 L's konden schrijven en dat we de sinus van een of andere hoek konden berekenen. Dat we al onze gedichtjes en ons getokkel op onze gitaar, dat we dat maar aan de kant moesten doen, want dat we daar later niks mee zouden kunnen bereiken. Laat staan, brood op de plank brengen. En omdat dat zo vaak tegen ons herhaald is geweest, zijn we dat eigenlijk gaan aannemen als een soort van waarheid. En is dat ook onze mening geworden? En zijn we inderdaad muziek maken en gedichten schrijven en schilderen, zijn we dan na verloop van tijd allemaal als bijzaak gaan beschouwen? Gelukkig zijn er een paar mensen die, toen dat die al die opmerkingen hoorden, zoiets hadden van so what? Ik doe dat graag, dus laat mij dat maar gewoon doen. En dat zijn de mensen die zichzelf nu vandaag kunstenaar noemen. Dat zijn de mensen die zich niet hebben laten tegenhouden om hun hart te volgen door opmerkingen zoals oei, ja, zo helemaal gaan voor de kunst, zou je dat wel doen? Zou je niet gewoon beter een echte job gaan doen? En dan ja, in je vrije tijd kan je nog wel een beetje gaan knutselen of zo. Dat zijn de mensen die zich niks aantrekken van wat andere mensen over hen denken, maar gewoon helemaal hun eigen ding doen. Dat zijn de mensen die niet leven naar de verwachtingen en de eisen en de vooroordelen van andere mensen, maar naar hun eigen ware ik. Dat zijn mensen die niet leven vanuit moeten, maar vanuit willen. Mensen die niet leven vanuit angst, maar vanuit passie. En als we heel eerlijk zijn ten opzichte van onszelf, is dat niet de manier dat wij eigenlijk allemaal in het leven willen staan? Is dat niet de manier waarop dat wij allemaal verlangen om te leven? Te leven naar onze eigen waarheid in plaats van naar de waarheid die ons
wordt opgelegd door andere mensen. Dus alsjeblieft, laten wij de mensen die dat hebben aangedurfd om doorheen de muur die de maatschappij heeft opgebouwd, doorheen te breken, laten we die stimuleren om dat te doen en dat te blijven doen. En om ons daardoor misschien zelfs ook te inspireren om dat ook te gaan doen. Om net zoals kunstenaars onze eigen weg te gaan bewandelen in plaats van blindelings het pad te volgen dat andere mensen voor ons hebben uitgestippeld. Laten wij mensen stimuleren om te zijn wie ze zijn in plaats van te verwachten dat iedereen zich zomaar conformeert aan wat anderen denken dat beter is voor iemand. Laten wij iedereen de vrijheid geven om anders te zijn en om los te breken van dat wat wij als normaal bestempelen. Daarom is het zo goed dat de cultuursector nu collectief aan de alarmbel trekt, zonder zich te laten tegenhouden door het ach ja, dat is het leven, hè, idee dat ons heel vaak tegenhoudt om in te komen tegen beslissingen die ons van hogerop worden opgelegd. Dat deze regering deze ego-gerichte beslissing heeft gemaakt, betekent gewoon hoe hard dat het nodig is dat er een shift in onze mindset komt. En dat wij meer gaan leven vanuit ons hart in plaats van uit ons hoofd. En dat is iets wat wij allemaal keihard kunnen leren van kunstenaars. Dus laat ons kunstenaars niet langer ergens aan de rand van de maatschappij plaatsen. Maar laten we kunstenaars eigenlijk ja, als een soort van voorbeeld beschouwen van mensen die het hebben aangedurfd om te verwezenlijken hoe dat wij eigenlijk allemaal zouden willen leven. Leven vanuit passie. Geen maskers dragen. Naar je eigen gevoel durven luisteren en durven kritisch zijn. En voor je eigen mening durven uitkomen. Is er geen mooier signaal dat de overheid kan geven door te zeggen, ah wel, mensen die die waarden vertegenwoordigen, die gaan wij steunen. Want dat zijn echt waar de waarden die wij heel belangrijke kernwaarden vinden voor onze maatschappij. En het geeft gewoon toe, onafhankelijk van jouw politieke voorkeur of wat dan ook, dat is toch ook gewoon de maatschappij waarin dat jij graag wil leven of niet. Dus alsjeblieft, laat ons kunst niet langer polariseren, maar juist inspireren. Zo, ik geloof dat ik bij deze wel een beetje het argument dat ik soms wel eens heb gehoord dat kunst geen nut heeft, kunnen weerleggen. Maar er is ook nog even een ander idee dat ik misschien ook nog even kort wil aanhalen om ook te counteren. En dat is het idee dat kunst rendabel moet zijn. Kijk, kunst brengt inderdaad niet altijd geld op. Maar kunst brengt zoveel meer dingen op dan gewoon maar geld. En dat zijn dingen die in mijn ogen gewoon belangrijker zijn dan geld. En dat zijn alle dingen die ik in mijn filmpje heb opgesomd. Dus tegen mensen die zeggen, steun alleen kunstprojecten die geld opbrengen. Kijk, dat is gewoon wat kunst niet is. Kunst is juist het verzet tegen de vraag van de maatschappij. En juist die vraag van de maatschappij een vraag stellen. Dus niet daaraan conformeren. Alleen kunstprojecten steunen die veel winst opleveren of die winst opleveren, dat betekent ook jammer genoeg heel vaak dat je uiteindelijk misschien alleen nog maar projecten gaat steunen die vaak louter entertainment zijn en die niet de dieptegang hebben waar eigenlijk toch wel nood aan is ofzo. En dat houdt ook het risico in gewoon dat je ja, heel vaak de beginnende artiesten gaat overslaan. Onthoud gewoon heel goed dat elke grote kunstenaar ook ooit klein is begonnen als jonge enthousiasteling. En alsjeblieft laten wij jonge mensen die kans niet ontnemen om hun talenten te ontwikkelen. Als je dit filmpje wil delen met je vrienden of met iemand waarvan je denkt, ah ja, die persoon, ik wil die even duiden waarom kunst wel belangrijk is, maar ik kan dat niet echt in mijn eigen woorden omschrijven of zo, dan mag je dit filmpje ook naar die mensen doorsturen. En als je zoiets hebt van, ja, dan mag je natuurlijk ook altijd liken en zeker ook op de abonneerknop klikken, want er komen nog heel wat nieuwe filmpjes aan binnenkort. Merci om te kijken. Thanks.